In drie zalen van de bisschoppelijke kweekschool en in een lange gang stonden de vele voorwerpen uitgestald die de Roermondse bevolking in één dag tijd bijeen had gebracht. Vol trots stuurde de burgemeester een telegram naar zijn Rotterdamse collega om het resultaat te melden. De Limburger Koerier noteerde uit de mond van een organisator: Roermond had een voorbeeld voor het hele land gesteld. Rotterdam had toegezegd om een vrachtauto te sturen om de goederen op te halen. Maar een expert meldde dat zelfs 30 tientonners niet genoeg zouden zijn. Daarom werd er een schip van 300 ton gecharterd om alles in Rotterdam te krijgen. Dat moest met de Roermondse vlag in top en een spandoek met het pochende opschrift: Wij hebben geholpen zoals Roermond dat kan, naar de Maasstad opstomen. Nadat zondags de gaven nog eens tentoongesteld waren voor het publiek, konden de vrijwilligers het schip beladen en voer het met de organisatoren.